Vanavond in Schouwburg-Kijk Het Gouden Ei, een toneelstuk naar de bloedstollende roman van Tim Krabbé. En bloedstollend was het inderdaad. Wat een beklemmend stuk. Victor Leuf. Jij dan? we zijn heel blij dat het zo overkomt, dat het zo is ervaren. Want het is natuurlijk toch een hele klus is om dat weer te vertalen van het boek naar het toneel. Zo in de eerste plaats door Leon van der Sande en dan door ons. Hoe maak je daar een drama van dit bizarre verhaal van dat meisje wat ineens verdwenen is en twee mannen. Eén is psychopaat en de ander is gek geworden, emotioneel gek geworden van het niet weten waar zijn geliefde is. En die twee zitten dan zijn tot elkaar veroordeeld in dit verhaal. En zo ontspint zich het verhaal. Die geliefde, dat is Nienke Reumer. Jij bent de vrouw of het meisje dat verdwenen is. De hele voorstelling door blijf je op het toneel staan. En je moet soms heel lang stilstaan. Is dat moeilijk? Zonder tekst bedoel ik dan, hè? Nou, vond ik in het begin wel. Maar je gaat toch voor jezelf een soort van hele wereld binnen dat dood zijn creëren. Ik weet op elk moment precies wat ik doe en waarom ik het doe en waar ik naar luister en waar ik op reageer. Allemaal kleine dingetjes die waarschijnlijk niet echt iemand ziet. Maar daardoor is het voor mij niet meer moeilijk om het te doen. Omdat ik een soort van eigen wereldje heb bedacht binnen dat staan en dat zijn. En je kunt ook aardig zingen. Nou, ik doe een soort van mijn best. Peter Tuinman, kende jij het boek van Tim Krabbé? Ja, maar dat is wel erg lang geleden, moet ik je zeggen. En de film is ook alweer een poosje geleden dat ik gezien heb. Alleen ik heb het boek niet mee ter hand genomen. En ook niet naar de film gekeken, omdat ik dat altijd als een nadeel ervaar. Omdat je dan toch onbewust laat beïnvloeden door wat je met die rolfiguur waar je zelf mee geconfronteerd wordt. Daar neem je toch onbewust dingen van op. En dat kan je ontzettend belemmeren in het zoeken naar je eigen pad. Kijk, als je er helemaal niet meer uitkomt, kun je altijd nog zeggen van ik pak de film er een keer bij. Maar ik weet wel dat ik met name ook toen ik die film zag, dat ik echt helemaal onderuit ging van de claustrofobie die me overviel. En met de hele eenvoudige middelen waar wij het mee op het podium doen en met de beelden erbij, moet ik je zeggen, vind ik dat het verbijsterend goed is geslaagd. En dat komt natuurlijk ook door de kwaliteit van de hele club. Maar het viel mij. Het was ontzettend spannend op de eerste try-out, hè? Omdat je op een gegeven moment zelf al denkt van nou, dit zou wel eens kunnen slagen. We hebben vermoedelijk wel iets en als je het dan heel langzaam hoort vallen, dan heb je echt een probleem. Maar we kwamen er eigenlijk na de eerste try-out meteen al achter dat mensen precies diezelfde ijzingwekkende gevoel, dat claustrofobische, dat angstaanjagende, dat heel goed in de zaal kwam. Dus, wat dat betreft moet ik je zeggen, zijn we alweer in deze tijden van wat men zegt, de neergang van de kunsten en de cultuur, zijn we weer erg gelukkig met deze voorstelling die het uitermate goed doet, moet ik zeggen. Dan zijn we erg blij. Ja, goed gezegd toch. Ja, ja. Moet ik nog een keer zeggen. Maar goed, dames, voelen jullie spanning op het toneel ook, dat die opgebouwd wordt naar een klimaat? Absoluut, absoluut. Het is raar als ik halverwege het stuk kom echt. In het midden van het stuk kom ik op. En ik breek echt. Ik voel dat ik inbreek. Ik voel aan de zaal dat ze ineens even verzitten. Omdat er ineens even is er een beetje lucht. Voel ik echt. En dan voordat die scène. En dan daarna neemt het weer. Komt de spanning terug. En kan je echt een speld horen vallen. En dat is heel bijzonder. Want dat is niet altijd zo als je in een stuk staat. Bijvoorbeeld. Hè? Waar je hoopt dat het spannend is. En omdat dat je merkt in de zaal dat ze het echt heel spannend vinden. Dat ze ademloos op het puntje van hun stoel zitten. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je dat voelt op het toneel. Hoe lang mogen jullie dit nog doen, dit stuk? Eind januari. De 28e is de laatste maand. Ja. 28 januari. Nou ja, het leuke daarvan is natuurlijk wel dat er was best, heeft de producent ook aangegeven, door zoals het nu de roep in theaterland heeft deze voorstelling, was er nog een mogelijkheid geweest om het nog zeker 25 of 30 keer door te spelen. Maar ja, kijk maar naar deze talenten. Ik bedoel, deze mensen zijn niet meer beschikbaar. Die hebben gewoon al lang weer ander werk, dus dat gaat denk ik niet lukken. Maar dat geeft wel aan
dat we eigenlijk nog een paar maanden door hadden kunnen gaan. Wat ik dan weer erg jammer vind, want ik wil toch erg graag even naar de Cariben. Ik moet nog strandstoelen verhuren, Bonaire, jongens. Dus ik heb het veel te druk. Maar dat geeft wel aan dat die voorstelling het dus erg goed gedaan heeft. En dat hij ook in het hele Schouwburgland, dat iedereen al hoort van oi, waarom hebben we het niet geboekt? Ja. Ja. Mensen in Kuik hebben het in ieder geval wel gezien en genoten. Dank voor jullie komst. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Op Kuik.